En manschappen van de internationale luchthaven Zorg en Hoop hebben een basiscursus beveiligingsleer gevolgd. 12 bewakers van de luchthaven zijn gedurende 6 dagen getraind door de Safety and Security Academy Suriname. Alle cursisten zijn geslaagd en zijn nu in staat het terrein beter te bewaken. Trainer en ervaringsdeskundige van de academie, Ronnie Braafheid, vertelt welke toegevoegde waarde deze opleiding heeft voor de geslaagden. Beveiliging draait altijd om beveiligen, bewaken dienstverlening. Je brengt ze dat onder het oog en het verschil daarvan, wat ze met elkaar te maken hebben. We kunnen nog lang praten, dat ga ik terug, maar in feite, ze leren het begin van het beveiligen. En waarom beveiliging noodzakelijk is, waarom op een object en wat is allemaal dat je moet hebben, wat je moet weten om je werk naar behoren uit te voeren. Dus dit is ook meer weinig theorie, veel praktijk. En dan ga je dieper in de materie, waar ze het ook veel en veel beter gaan begrijpen op den duur. Sharon Schalkwijk, directeur van de academie, die zegt dat zij van plan zijn om in samenwerking met de luchtvaartdienst de trainingen voor het personeel voort te zetten. Trainer Braafheid vertelt wat er van de geslaagden wordt verwacht. Om eerlijk te zijn, dit is eigenlijk het begin. We hebben, ik heb mijn eigen geschreven boek, beveiligingsboek. Maar geen enkel bedrijf zit te wachten op een opleiding van 3 maanden. Dus wat hebben we gedaan? We hebben het boek in 3 verdeeld en dan je krijgt 3 certificaten dat ingeruild wordt voor een diploma. En dan haal je gedeeltes eruit, je gaat steeds dieper in de materie natuurlijk, dan haal je gedeeltes eruit wat je overbrengt op de mensen. En dat moet het dan gaan zijn, aan het eind van de rit moeten ze het wel halen met hun. Je gaat van C, B, A en als ze A hebben gehaald, dan krijgen ze daarvoor in ruil een diploma, een echte beveiligingsdiploma. Dus dit is een deal van de opleiding. Het is niet de volledige opleiding. De certificaten van de geslaagden zijn erkend door het ministerie van Justitie en Politie en het Korps Politie Suriname. De academie is naar zeggen van Schalkwijk momenteel op weg naar ISO-certificering en erkenning door het Korps Brandweer Suriname.